Het is een mooi fotomoment uit de opname die we maakten op 24 mei 1997 met de Amerikaanse band Fountains of Wayne. De band had 4 dagen eerder de Pinkpop Maandag gespeeld als opening act en ze had het goed gedaan. En ze waren nog steeds in die vibe van dat fijne Nederlandse festival. Check. Backing vocals on. You put the lead on C. Check. Oh, yep. I hope you feel at home in the studio very soon. Okay. You're the engineer, by the way. The engineer is called Han, H-A-N. It's the guy over there, Han. We have 3 cameramen inside the studio, plus a director and me. And I won't bother you too much. I'll make a short announcement before you start playing, and then if you want to start a flight, just after that. Cool? Jan en Hans in bijna alle nummers. One of them doesn't. Bij de backing vocalist. Is Jody. Jody. Maar. Are you hearing that, Jody? No. Brian zei net pretty much, dus ik weet niet hoeveel pretty much is. No. Beide hebben dus backing vocals. That is true. Alle nummers. In het dagrapport van die dag zie ik dat we in totaal 8 nummers opnemen. We beginnen om 12:30, veel te vroeg voor die band. Het is echt een stel nachtbrakers. Maar goed, we moesten vroeg beginnen en we kregen toch 8 nummers die vrij vlot achter elkaar gespeeld werden. Biker, break his heart, baby, please leave the biker, break his heart. Now his friend leans over and says, looks like we got us a fag. I wonder if that guy's read one word that wasn't in a porno mag. And I wonder if he ever has cried, 'cause this kid got run over and tied. He's got his arm around every man's dream. En dan krijgen we plotseling een heel onverwachte cover, namelijk een nummer van Jeff Lynne, oftewel Electric Light Orchestra. Veertien jaar later zouden we de band nog een keer ontvangen in onze professorische opnameruimte in een vrachtwagen die tegen de Ziggo Dome stond aangeplakt. En de achterkant open, dus we konden mooi kijken naar de in aanbouw zijnde grootste concertzaal van Nederland. En we werkten daar dus ook weer met de heren Fountains of Wayne. Oh, at the summer place, we got the space if you got the time. And the summer place, so far away. Medeoprichter Erm Schlesinger van die band kan al zijn ervaringen in Nederland niet meer navertellen, want op 1 april jongstleden overleed hij aan de gevolgen van het coronavirus. Toen hij het ziekenhuis inging, was hij al heel erg ziek en hij belandde direct op de afdeling intensive care waar hij een paar dagen later overleed. Veel te jong, 52 jaar. Wij herdenken Adam Schlesinger met dit nummer uit de opname van 24 mei 1997. Sink to the Bottom.